Welkom bij deze avondshoplog van de Jumbo. Online boodschappen besteld bij de Jumbo, zoals altijd. Nou ja, vorige week was het Lidl. Dus Jumbo weer. We gaan even kijken wat ik nodig denk te hebben. Kijk snel mee. Ik een Italiaanse groene salade. Een Caesar salad. Vlaflip van Campina. Volle yoghurt. Halfvolle melk. Keizer. Afbakbroodjes. Dit was een aanbieding. 3 chocolademelk. En een halfvolle. Ice tea voor Steven. Flesjes water. Mosselen. Daar heb ik echt ontzettend veel zin in. Mosselen. Kipfiletstukjes. Die eet Michelle graag op brood. Huttekezen voor Janneke. Dit eet ik op crackers. Een krokante vegetarische schnitzel voor Janneke. Vegetarische hamburger voor Janneke. Een nasi-pakket. En tonijnsalade. 2 halfjes tarwe-tijgen wit. Rostomaten. Iedere dag shampoo. Koffiemelk. Ice tea voor Michelle 2 pakken. Halfjes wit casino-brood. Chilisaus. Uncle Ben's zoetzuur. Cheetos, spinners, Lay's, stokbroodje ruitenboter. Snacky Jacks. En hier heb ik pizza's liggen. Ik heb 2 salami en 1 tonijn. 2 cola, triangelbroodje, 2 halfjes fijnvolkoren. Senseo koffie, 2 komkommers, avocado's, fruit, banaan, sinaasappel, koek. En dit is hetzelfde. En dit is appel, peer, framboos. Daar heb ik er nog eentje van. Dit waren de boodschappen weer. Heel veel ongezonde dingen. Ik weet het. Het is niet alleen voor mij natuurlijk. Heel veel spulletjes had ik nog in huis qua eten. Dat moeten we eerst maar eens opmaken. En dit was eigenlijk een beetje de aanvulling. Ik was €82 kwijt voor deze boodschappen. Tja, helemaal prima. Oh ja. Wacht, ik heb dingen gratis. Ik heb deze. Pijnenburg. Ontbijtkoekje of zo. En dit zijn duifjes amandelnootjes. Die heb ik nog nooit gegeten. Ik ben benieuwd. Dus, dankjewel voor het kijken naar deze shoplog. Vond je het leuk, doe dan een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal en het belletje aan te zetten natuurlijk. Ik zie jullie morgen weer in een nieuwe vlog. En anders een andere keer in een nieuwe shoplog. Doei doei!